Ja, eigenlijk door vrijwel heel Etten-Leur zijn echt meerdere auto's vernield. De autoruiten zijn daarbij ingeslagen. Op dit moment hebben we 48 schademeldingen. En dat gaat dan om auto's die geparkeerd stonden in het zuiden van Etten-Leur tot aan het noorden van Etten-Leur. Dus dat is echt wel heel verspreid. En op dit moment zijn we aan het onderzoeken wie dat zou hebben gedaan.